Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van mijn Be A Pro carrière. Dit is aflevering 2 alweer in de Giro. En dit is rit nummer 5. Dat was een heuvelrit. En het werd uiteindelijk wel een sprint. En daarin was Tim Wellens de snelst. Rit nummer 6 dan. Weer een heuvelrit. En ik probeer hier weg te komen. Peloton laat het niet gebeuren. En het wordt wederom een sprint. En Carretero was daarin de sterkst. Rit nummer 7. Een speciale rit, want dat was de allereerste bergrit in deze ronde van Italië. En ik kan jullie verzekeren, dit wordt zeker niet de laatste. Ik probeerde mijn eigen tempo hier te rijden om de concurrentie af te zwakken. Maar uiteindelijk in de finale probeerde toch nog op een paar rens weg te rijden. Waaronder Formlo, die wint uiteindelijk de rit en pakt ook de leiderstrui in het klassement. Ik stijg uiteindelijk in het klassement naar plek 20. Na die val heb je natuurlijk nog wel een groot achterstand. Dit is rit 8. Dat is een voornamelijk vlakke rit, maar op het einde kent het een steile en lastige heuvel. Ik val net voor de heuvel aan en probeer weg te komen. Dat lukt niet echt, maar ik begin wel in een goede positie na de laatste kilometer. Ik heb een paar lengtes en ik ga dus als eerste onder de boog. Kan ik hier de eerste ritzege pakken in de grote ronde? En het antwoord is ja, ik ga hier toch nog een mooie ritzege pakken. Na de val is dit een mooi luchtpuntje. Gaan we over naar rit nummer 9. En dat is weer een zware bergrit. Ik probeer hier samen met de teamgenoot een lastig tempo te voorzien. En uiteindelijk besluit ik om mezelf aan te vallen. Om toch de kloof wat kleiner te gaan maken. Hier en daar pak ik wat vroege vluchtjes op. En laat ik ze achter. Daar komt de achtervolgende groep met Formlo en die komt hier erop en daarover. Ik heb mijn krachten niet goed ingedeeld. Formlo wint wederom een bergrit, ik word hier derde. Ik sta nu in het klassement op 5 minuten en 2 seconden van de Italiaan. Laatste rit van deze aflevering was een massasprint. Buhani was daarin de sterkste. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Doei doei!